verhalen. Voor alle mensen en makers, Buurtfilm Festival. Welkom bij ABFF TV. Het is een programma van het Amsterdamse Buurtfilm Festival. Mijn naam is Kibret Mokonnen, initiatiefnemer en artistiek leider van het ABFF. Vandaag zitten hier naast mij de documentairefilmmaker Sassy Smit en Elle. Yes. Een mooie naam, Elle, hè? Ja, en jij bent documentairemaker van de Veteran. Ben je dit jaar bij het ABFF dubbel prijswinnaar geworden? Hoe voelt het? Nou, heel vereerd. Mooi, ja. mooi. Ik ben heel blij mee. Mooi. Jullie komen allebei uit Amsterdam, geloof ik, hè? Maar uit welke buurt ben jij zelf hier naartoe gekomen? En wat heb je aan Amsterdammers te laten zien die iets bij jou dichterbij is? Ik kom uit de buurt van Hugo de Grootplein. En daar vlakbij in de buurt staat de oudste houtzaagmolen van Nederland. Of eigenlijk van Europa zelfs. Mm-hmm. We hebben daarmee ook een prijs gewonnen om het nog beter op te knappen dan wat ze nu al hebben gedaan tot nu toe. En ik ben hier natuurlijk ook voor een film die we hebben aangeleverd bij jullie prachtige festival. En dus ik heb eigenlijk iets meegenomen wat alles samenbrengt. En dat is dit kleine stukje houtskool. Dat heb ik houtskool. Het woord zegt het al, past natuurlijk bij de molen en de houtzaagfunctie die hij altijd had sinds 1600. Degene die die plek beheert op de Gilles van Ledenbergstraat gaat daar ook weer die functie teruggeven aan zowel jonge houtbewerkers als de oude ambacht. En dit stukje heb ik gekregen van de veteraan over wie ik de film heb gemaakt, El. En hij heeft dit meegenomen vanuit het kamp waar hij werkt, Business Meets Street. Mooi. En dat gaat hem erg aan het hart en mij ook. Ja, mooi. Dus dit heb je bij jou in de woonkamer ergens? Ik heb hem bij mij op een soort van altaartje staan met allerlei andere dingen over de hele wereld die ik verzamel en die me aangrijpen. Mooi. En El, jij komt een andere buurt, denk ik. Ja, nee, ik woon in de Randje Jordaan, Manningstraat. Maar ik kom uit de Kinkerbuurt. Geboren getogen Amsterdammer. En ik ben gewoon een echte ras Amsterdammer. Ik ben heel trots op mijn stad. En daar heb ik ook iets meegenomen. Ja. Ik heb echt nog de guldens meegenomen. De kwartje, de dubbeltje, Rex Dadels en dubbelkop. En in mijn tijd, ik ben allemaal 1980. En van die tijd ben ik geboren en Beatrix, ja zeker. Ja? Wow. Beatrix is, ik ben een fan van Beatrix. Ja. Zij is als het goed is ook een waterman, ik ben zelf ook waterman. En ik vond het echt een leuke koningin. En die zijn allemaal guldens, hè? Allemaal guldens, ja. Van mijn tijd en de mooie tijd en Amsterdam. En dus voor mij heb ik altijd bij me gehouden. Ja. Vanaf die tijd, ik ben geboren in 1980 eigenlijk. Dus dat is, zo hebben ze gespaard en dat is echt een stukje Amsterdam voor mij. Ja, fijn, ja. Fijn, leuk. Ja. Wil je ons om kort vertellen eigenlijk over jezelf? Waar ben je geboren? Waar ben je opgegroeid? Ik ben geboren in Amsterdam. Ik heb de eerste jaren van mijn leven in de Bijlmer gewoond. Toen heb ik een tijd lang elke 5 jaar op een andere plek in Nederland gewoond. Om uiteindelijk op mijn 18e weer terug te komen in de stad. En ik ben ook in de stad heb ik op heel veel verschillende plekken gewoond. En Elle, jij bent geboren in de Kinkerbuurt. Ja, Kinkerbuurt, Oud-West. Ja. Echt wat ze nu noemen Goud-West. Daar moet ik helemaal niks van begrijpen. Want Kinkerbuurt was echt een volksbuurt, echt best een arm wijkie. En kwamen echt gewoon tuig, zeg maar. Was gewoon echt en nu noemen ze het Goud-West, sinds dat de expats hier zijn komen wonen. Maar ik kom echt van de Kinkerbuurt. Mooie tijd. Hoe was het jou? Jeugdtijd, zeg maar. Mijn jeugd. Ja, we hadden gewoon, wat ze nu allemaal niet meer doen, wij gingen gewoon knikkeren, weet je, we gingen gewoon buiten spelen, pleintje voetballen, weet je. Dat gaan doen meer, ook een beetje kattenkwad natuurlijk, dat hoort er gewoon bij als je een beetje als je jongen bent. En het was gewoon een hele leuke buurt. Dus nu woon jij in Jordaan, hoe beschrijf je zelf, voor jezelf, jouw buurt? Ja, voor mij dan is het gewoon normaal. Maar ik word soms wel gek van al die drukte wat we nu in onze stad hebben en al die ex-beds en geen respect eigenlijk meer in de stad. Mensen zien ons meer als een beetje
een uitgaansstad en een drugstad en een, maakt gewoon pijn op van onze stad. Ja. Weet je, en dat vind ik een beetje zonde. Maar jij woont, Sas, jij woont dus een beetje anders dan de het leven nee, in Jordaan. Ik woon echt op een paar minuten afstand van, okay. van El Vandaan. Okay. Maar dat is dan net een ander stadsdeel. Ja. Ja. En ik ervaar het toch anders. Maar bijvoorbeeld iets wat mij erg aangrijpt, ik werk al 30 jaar in de horeca, is het feit wat er nu de laatste tijd in het nieuws was, dat het Bruine Café misschien een museumstatus zou moeten krijgen. En dat is iets waarvan ik denk, nu gaan we echt zien dat er een verandering plaatsvindt binnen de maatschappij. Want ik zou het heel jammer vinden als het Bruine Café een museumstatus krijgt. Als dat iets is wat tot nostalgie behoort. Ik vind dat iets moet zijn wat deel is van de maatschappij. En buurthuizen kunnen soms die functie nog wel een beetje overnemen. Maar dat familiaire en ook als je ergens mee zit, je kunt ergens terecht. Of je hebt een lekker band of ik heb mijn jas laten hangen of ben mijn telefoon kwijt. Je bent er voor elkaar. Ja. Dat is echt heel belangrijk voor alle lagen van de samenleving. En jullie zijn allebei wel in Amsterdam geboren. Hè? Dus wat is dat Amsterdam voor jou betekent, Sas? Ja, het is echt mijn thuishaven. Dus ik heb ook 2 jaar lang in New York gewoond. Mijn moeder is Amerikaanse. Mm. Zij komt uit het noorden van Amerika. Maar in New York ben ik als kind al een aantal keren op familiebezoek geweest. En later nog eens een keer met mijn toenmalige vriendje. En uiteindelijk besloot ik wil daar gaan wonen. Waarom? Omdat het mij hetzelfde gevoel als Amsterdam geeft. Dat je gewoon mag zijn wie je wil zijn. Die vrijheid, die moet er ook altijd blijven, vind ik. Dat moeten we ook met z'n allen blijven bewaken. Want dat is niet vanzelfsprekend. Ja. En van jou, Amsterdam? Ja, ik ben gewoon Amsterdam. Alles, bloed, zweet en tranen, alles voor mij is Amsterdam. Ja. Weet je, mijn tattoos, mijn kinderen zijn allemaal Amsterdammers. Mijn moeder is Surinamer, maar ik bedoel, mijn zus en mijn broer zijn allemaal hier geboren. Mijn moeder woont nog steeds ook in Amsterdam. Mijn leven is gewoon, dat zeg ik, maakt niet uit waar ik naartoe ga. Ja. Ook al ik zou naar Suriname gaan of ik zou naar Amerika gaan, waar ik naartoe zou gaan. Uiteindelijk want ik zeg ook altijd vaker, Nederland is niet mijn land, maar Amsterdam is mijn land en Nederland is mijn stad. Voilà. Dus Nederland, dus eigenlijk mijn land is Amsterdam en Nederland is mijn stad. Mm. Want de meeste mensen als ze zeggen van ja, je gaat naar Groningen, gaan mensen zeggen ja, waar is dat? Mm. Weet je, als ze zeggen ja, oh, is dat Nederland. Maar als Amsterdam weet je zo, als je in Amsterdam gaat, weet je Nederland. Maar als je zegt Groningen, dan denken ze, kan ook in Afrika zijn of zo. Ja. Hey, dat is wel leuk om van jullie gevoel, jullie ervaring over Amsterdam, met Amsterdam, van jullie te voelen, te begrijpen. Maar de reden waarom wij hier zitten is ook naar aanleiding van je mooie film. Dat is de Veteraan. Ja. Documentaire. Ja. Vertel ons kort over je film. Ja, veteraan. De titel is eigenlijk het woord veteraan opgesplitst. Dus vete is ook wel een ander woord voor strijd. En aan, het woord zegt het al, de strijd gaat eigenlijk aan als een veteraan terugkomt uit het oorlogsgebied. En dat heb ik dus van dichtbij 10 jaar lang gezien, terwijl ik gastvrouw was voor een veteranencafé waar ook burgers welkom waren. En toen dat café er na 10 jaar mee ophield, of in ieder geval ergens anders naartoe ging, besloot ik dat ik toch nog wat wilde doen. En dacht ik, nou, waarom niet een veteraan in een daglicht zetten om te laten zien aan de stad dat wij ook veteranen onder ons hebben en dat het belangrijk is om die mensen ook te eren, om in ieder geval wat meer over hun te weten te komen. Ja, maar je gaat ons zometeen misschien verder over de film vertellen. Is het goed om even met z'n allen naar de mooie documentaire van jou te gaan kijken? Ja, dankjewel. Zullen we dat doen? Oké, okay, leuk. Ja. Thank you.
Goedemorgen. Kop zo dat zo van. Mijn moeder was alleenstaande moeder. Ik had een zus boven me, een zusje en een broertje. En ja, was leuk thuis. En, maar ik was wel een oké jongen, zei mijn moeder altijd wel lieve jongen, zei ze, maar wel heel druk. En thuis heel rustig, maar buiten heel druk. Ik was jong, maar ik voelde me toen al heel oud. En ja, er gebeurde ook wel wat dingen. En ik dacht van ja, ik moet gewoon een andere weg gaan kiezen. Toen heb ik dat gedaan en toen heeft mijn opa me getest. Die zat namelijk toen al iets van met 30 jaar in het leger. En die vertelde dus over zijn uitdagingen daar en noem maar op. En dat hij mij wel daar iets vond. En ik vond het ook zelf met waar die uitdagingen wel uitgaan. Toen heeft hij mijn fietstocht laten doen. En dat was 137 kilometer volgens mij. En die heb ik toen uitgereden. Toen zag ik van je stadsjongen die dat uit had, die kan ook het leger in. En zo ben ik het leger in gegaan. Toen ik daar aankwam, ja, het is gewoon een wereld van verschil. Je moet bevelen, dus orders volgen. En, je gaat trainen, je gaat elke dag op pad. Je wordt echt een ja, discipline, je wordt echt een man van je gemaakt. Ja, ik kan niet vergelijken met de burgermaatschappij. Ja, dan ging ik naar Bosnië en ik weet niet, het is wel nog een, ja, het is een dingetje. Kijk, je bent heel jong en je bent heel gretig. Je bent getraind om een missie te gaan doen. Maar in je achterhoofd, daar train je voor en dan wil je dan toch wel gaan meemaken op een of andere manier. Beetje vreemd dat ik dat zeg, want oorlog is niet leuk, maar toch. Ik ging dan wel met een echt van de mindset van ja, ik ga dit doen en het gaat goed komen en dit moet ik doen. Maar er zijn wel een paar dingen gebeurd wat ik daarin heb gezien en dat heeft me gewoon gekwetst en dat heeft me toch wel gewoon een hele andere man gemaakt. Waardoor ik gewoon anders over de wereld ben gaan denken en mensen ben gaan zien ook. Maar ja, dus toen onderweg terug naar de base, naar de kamp op Novotrafnik, richting Novotrafnik. Ik hoorde op de radio dat er een brand op onze kamp was. En ja, wij allemaal een brand op onze kamp. We hoorden niet echt meer echt wat er was gebeurd, maar we kregen mededeling van de station dat er een brand op onze kamp was. En ja, op een gegeven moment zien we halverwege dat we daar naartoe rijden, kilometers van 40, zien we één grote rookwolk. Echt, zo'n rookwolk heb ik nog nooit zo groot gezien, maar echt van kilometers kon je dat zien. Dus wij, nou ja, als we waren racen terug naar de base en... En vervolgens staat de hele kamp daar in de fik. En al onze tenten, al onze spullen. En, ja, we mochten de beest niet open, maar het zo, ja, we hadden van die dieseltanken waar je kacheltje mee kon, dus gewoon waar je mee verwarmde. En die waren ook in de lucht gevlogen, dus het was gewoon gevaarlijk. Hè, en ook het ontweten wat er was gebeurd. En dan sta je wel op scherp. En dan denk ik van ja, hey, waar ben ik in beland en dat soort dingen geven je gewoon wel dingen, nachtmerries en dingen waar je dan ook niet meer over hebt als je terug naar het burgerleven gaat, daar heeft niemand het nooit meer over. Ik voelde me niet begrepen toen ik terugkwam op de thuisfront, zeg maar, en de burgermaatschappij. Je spreekt mensen niet meer die je normaal wel sprak en je bent heel lang weg en je hebt niet meer echte vrienden die je daarvoor ook dan had. En, ja, mensen kijken ook een beetje anders naar je. Je voelt je echt niet meer, ja, je voelt je niet meer bij de maatschappij. En ook voor mijn vrouw toen die tijd en voor mijn zoon en voor mijn familie. Ik wou niet laten zien dat ik daar iets had opgelopen. Ik wou ook niet, ja, ik wou jullie laten zien dat ik kwetsbaar was. Ik ben een man, borst vooruit, kin omhoog. En ik mocht niet janken of zeggen hoe ik me echt voelde of wat dan ook. En daarna kreeg ik van die domme, van die gekke nachtmerries. En daar kwam ik me niet vanaf. En toen ging ik een jointje roken. En toen opeens had ik had misschien wel dromen, maar ik onthield ze niet meer. Ja, ik onthield ze niet meer. En
En sindsdien ben ik blijven roken. Omdat ik die nachtmerries wel vergeten. Kijk, de overdoel van is gaat ophalen. Ik heb bruin. Mijn oudste zoon die heeft me toen een paar jaar geleden toen middels aangesproken en gezegd van hey pap, weet je, ik hou van je, je bent een goede vader, maar er zit toch wel iets dwars bij. Er zit toch wel iets niet goeds aan je en al die jaren hebben we toch wel kunnen zien en ik wil dat je er wat aan doet. En dat heeft me toch wel echt gebroken toen. Bij de VBU, veteranen intensieve behandelunit. En ik heb 2 keer 3 maanden daar gezeten intern. En dan zie je dat ik niet de enige ben en dan kom ik echt te boven. En op een gegeven moment kan je het ook erkennen. Dat je niet alleen bent en dan zie je dat je niet gek bent. We zijn allemaal verschillende mannen, maar we hebben allemaal uitzending gehad, allemaal gediend. En allemaal bij ongeveer met dezelfde problemen. Dat ze dan eerder hulp bij krijgen, dat ze dan ook eerder er vanaf komen. En tenminste een eerdere weg kunnen vinden naar iets beters in het leven dan... Het allemaal wegstoppen en tussentijd als je dan ontploft, dan het echt verkeerd gaat. En bijvoorbeeld, dit is nou letterlijk. Ik word helemaal geïrriteerd door zo'n gast die nu aan het hameren zit. Normaal moet je daar tegen kunnen. Dan kan ik ook nog tijd om je tegen te kunnen. Maar normaal spring je die daken op, ren ik naar toeslag om helemaal naar de tering. Omdat ik gewoon nu heel zwaar geïrriteerd word. En dat zijn ook soort dingen dat je niet meer. Ja, dat soort dingen krijg je dan niet. Misschien is het wel menselijk, maar bij mij is het een beetje trigger. Ik wil leren tatoeëren. Ik heb mijn hele leven al gevraagd om dat te leren en te doen. Ik hou van tekenen. Ik kan zoals we actief bezig zijn. Ik wil graag veteranen die hetzelfde wat ik heb, meenemen naar wat ik nu al doe. Business mid streets met verslaafden en daklozen. En daar wil ik veteranen, zoals ik die nu in de burgermaatschappij leven, die het heel moeilijk hebben, die wel gewoon hun werk doen hier in de burgermaatschappij, die gewoon een huur en een mooie gewoon leven, maar toch wel met een PTSS zit, zitten, dat ze dat toch met mij mee naar de bossen kunnen en met mij onder ons met veteranen met mooie gesprekken en wandelingen, kampvuren, zweethutten. Thema's en kamperen. Dat hun dan een ei kwijt kunnen en dan vervolgens als ze dan weer naar de stad gaan, dat ze er even tussenuit zijn geweest, dat ze eventjes weer kunnen, dat ze weer op zijn geladen om weer in plaats van het hele stress tot wachten tot de bom valt. Ja, als ik daar een bijdrage kan inbrengen, dan wil ik dat heel graag doen. En ik hoop dat dit een message kan zijn aan andere veteranen vooral. En de mannen die zo dik hebben wat ik heb ervaren. Maar dat is toch die zonnestraal weer in het duisternis weer kunnen zien en weer kunnen gaan zin in het leven kunnen hebben. Dat voornamelijk. Dat is die doel. Bitch, I'm the man. No, I'm the man. You know I'm the man. Bitch, I'm the man. No, I'm the man. You know I'm the man. Bitch, I'm the man. Nou, mooi film. Dank u wel. Ja. Dank u wel. Waar komt dat idee vandaan, hè? Dat het maken van deze mooie documentaire voor je? Ja, wat ik net al zei, we hebben allebei dan toevallig een bijbaantje in dezelfde straat. Mm. Daarnaast kwam ik dus ook tot ontdekking dat El veteraan is. En het was toch een beetje mijn vooroordeel dat veteranen vaak per se niet misschien uit de stad komen of misschien ook een bepaalde leeftijd hebben. Ik merkte bij mezelf dat ik toch dat vooroordeel ook had, terwijl ik daar toch 10 jaar lang op een andere manier mee in aanraking ben gekomen. En omdat we bij elkaar in de buurt woonden,
En ik ook wist dat hij veel met veteranen aan het werk was. Via zijn werk met Business Meets Street en andere dingen. Heb ik de stoute schoenen aangetrokken. En heb ik gevraagd of ik wellicht over hem een korte docu mocht maken. Een portret. En zei ik gelijk ja? Ja, volgens mij wel. Ja? Weet ik eigenlijk niet meer. Was je niet een beetje, hoe was het van jou om zo'n vraag van ja te krijgen? Bij mij, zoals ze ook zei, ik ken het dus van dezelfde straat. Ja. En ik zat bij die shop en zij is van in een café, bruine café. En ik vond haar zelf gewoon als mens een heel apart mooi mens. Die gewoon zo'n vrij mens die met iedereen eigenlijk wel een babbeltje kan maken. Ja. Weet je, en toen zij dus achterkwam dus dat ik veteraan was en dus dat die tijd ging ik dus naar therapie voor PTSS. Dus toen was zij zo lief om me iets te geven als steun, zo'n steentje, voor steun daar. En dat vond ik zo'n mooi gebaar, weet je. Dus toen zij uiteindelijk met haar idee kwam dat ze iets terug wilde doen voor veteranen en de film wilde maken en dat ik dan de eerste zou zijn, ja, ik kon eigenlijk geen nee meer zeggen. Want ze is een goed mens en ze wil iets goeds doen voor mensen zoals ik. Ja. En die dat hebben ervaren. En zo iemand kan je bijna geen nee meer zeggen. Maar ik heb zelf best van jouw film geleerd, hè, wat eigenlijk een veteraan betekent. Hè. Ik bedoel, niet alleen maar de vocabulaire, maar ook in de mindset. Hè. Dus zou ik jou niet zo snel als veteraan beschrijven? Nee, dat is het ook juist. Dat, niemand... weet je, kijk, jullie hebben het gezien in de film, weet je, en dan natuurlijk mijn familie. Kijk, mijn opa zat 38 jaar in het leger. En en dat is ook grappig, in het leger heb je meestal, zitten meer boeren, weet je, of meer, niet echt stadsmensen meestal. Ja. Dat is nu misschien wel meer, maar vroeger minder. En daar zag je ook echt groot verschil van, weet je, dat hun zijn wat meer gewend om toch wel in de bos een tentje en kamp. En was dat nooit gewend. Dus de meeste mensen dus zoeken dat ook niet van mij. Maar het is wel zo. Dat hebben zij dus... En hoe was het voor jou, Sas, de werkwijze, dus de hele proces van het maken van deze documentaire film? Ja, was het makkelijker? Nog een beetje zoekende was naar wat ik eigenlijk precies wilde vertellen. Dat is eigenlijk een beetje al filmend uitgekomen. Waar ik eigenlijk het meest tegenaan liep bij mezelf, wat ik merkte, is dat ik het gewoon moeilijk vind om over moeilijke momenten door te vragen. Mm-hmm. Dus ik vond het leuk om hem vragen te stellen over zijn familie en zijn vrienden, zijn kinderen, geliefdes, et cetera. Maar als we dan op momenten kwamen dat ik bijvoorbeeld toch wat meer moest doorvragen omdat het pijnlijk werd, of merkte ik dat ik daar eigenlijk meer moeite mee had. Dus... dat vind ik eigenlijk niet zo'n leuk gedeelte van het geheel. Daar moest je veel op letten of zo? Met de vraag die jij wel eens stelt? Ja, je moet natuurlijk toch conflict laten zien. Ja. Kijk, en in het geval van El, omdat hij natuurlijk zoveel heeft meegemaakt... Ja. En we willen het ook voor een breed publiek toegankelijk maken... dus ook kinderen moeten het kunnen zien... kun je ook niet alles kiezen wat je gaat laten zien in de namontage. Dus zijn we echt een beetje aan het zoeken geweest van... hoe kunnen we nou toch overbrengen dat een ervaring herkenbaar is voor andere veteranen... maar niet te aangrijpend voor ons burgers of kinderen. Zijn jullie allebei wel tevreden? Jij als maker, jij als geïnterviewde. Zijn jullie wel tevreden met deze documentaire film? Ja, kijk, er zijn natuurlijk als filmmaker altijd dingen waarvan ik achteraf denk... oeh, dat wil ik toch anders doen of dat had ik misschien toch beter. Dus dat is ook een leerproces. Ja. Maar ik ben pas eigenlijk het meest tevreden als El het gevoel heeft dat hij... Dat we een stukje van hem laten zien wat klopt, wat waarachtig is. Dat is voor mij het allerbelangrijkst. Mooi. En voor jou, El? Ik zou nooit eigenlijk... zeg maar een interview doen of wat dan ook. En zij me echt erover overtuigd. En het was allemaal verrast ook dat we de prijs hadden gewonnen. En de jury en editor die heeft ook alles in mooi gezet. En gewoon het hele gebeuren was voor mij allemaal nieuw. En ook een zelfreflect van mezelf. Ja. Omdat heeft Sas echt heel goed gedaan om mij om gemak te voelen om het te vertellen. Ja. Weet je, dat heeft ze heel goed gedaan. Want normaal, wij veteranen of mensen die... praten liever niet over die dingen en
En ja, ik ben ook een beetje schuw, een beetje voor de camera, maar zij heeft het echt opengesteld. En toen we dus hadden gewonnen en de reacties van jullie dan en van mijn familie en toen we het nog een keer hebben laten zien in Oost, toen die reacties. Toen zag ik eigenlijk echt dat het iets, dus wat het bij de veteranen, want er waren ook veteranen gekomen die nog steeds in therapie zitten. En wat bij hun deed en wat bij mijn kinderen deed en wat bij mijn familie. Toen dat gebeurde en die prijs en toen dacht ik echt van, dit is echt iets goeds wat Sas heeft gedaan en dat ik dat ook, ja, dat ik er ook mee heb gedaan. En ja, toen begon ik het echt en ja, nu met de naslepen wat er allemaal gebeurt, ja, het heeft voor mij echt wel, ja, dat ik, ja, heb veel dingen opengemaakt. Het heeft me ook wat losgemaakt, het heeft me ook wat verheldering gegeven. Ja, het heeft heel goed voor mij gedaan, dat zeg je eerlijk, ja. 4 februari, dat festival, ja. Als primair bij het ABFF vertoond, een week later weer in Amsterdam-Oost vertoond. Ongetwijfeld zijn er een heleboel opmerkingen, van reacties van het publiek, van de mensen. Welke reactie blijft bij jou nu een beetje hangen? Zeg ik, wauw. Ja, ik ben heel blij dat ik eigenlijk de kans heb gekregen om de opa van El te ontmoeten. Ja. Omdat hij ook eigenlijk de aanstichter is geweest voor El om überhaupt natuurlijk erover na te denken om het leger in te gaan. En ik heb het idee dat misschien, zeg ik nu iets wat ik niet moet zeggen, maar dat hij daar toch misschien ergens diep in zijn hart ietsje schuldig over heeft gevoeld. Omdat natuurlijk de effecten voor iedereen anders zijn en voor El best wel heftig zijn geweest. En dat hij nu heel blij was dat hij zag dat zijn kleinzoon de erkenning kreeg die hij verdiende. Wow, yes. En dat is eigenlijk voor mij het allerbelangrijkste geweest. Mooi. Daar ben ik heel blij mee. Ja, zeker, zeker, zeker. Ik weet niet of Elle hierbij iets wil zeggen. Ja, nou, dat vind ik natuurlijk prachtig. Want wat ze hebben gelijk, mijn opa is me alles. En Eva, mijn moeder, mijn familie gewoon is me alles. Maar mijn opa is wel iemand die me echt heeft gevormd ook. Mooi. Weet je, en kijk, dat is het. Het leger is niet iets slechts of wat dan ook. Heeft die moeder deze documentaire gezien trouwens? Ja, die was, de hele familie kwam toen de 12e in Oost. Zijn ze, ja, dat was, als je daarbij was, dat was echt. Ja. En ik keek meer naar hun. Hun keken naar de film en ik keek naar hun. En als die, mijn moeder zat daar, mijn oma was daar, mijn opa, mijn kinderen. Als die, ik wou die reacties van hun zien en dat heeft heel veel met me gedaan. En dat is het mooie van de film. Wat jij dus net vroeg aan Sas. Dat is het mooie dat ik de veteranen en mijn familie, hoe hun erop reageren, hoe de volk hierop reageert. Terwijl ik ben gewoon mezelf. Ja. En zij heeft gewoon een stukje wat ze wel eens laat zien, een deel van mij laten zien. En het is, Hey Sas, dus jij, maar dan ook jullie twee samen, mooi twee prijs gewonnen. Ja. Publieksprijs, ja. Maar dan ook de juryprijs. Super mooi, super fijn. Ja. En dank jullie wel allemaal. Ja, voor de stemming. Ja. Nou, mensen, we zouden nog veel meer langer praten, maar vanwege de te korte tijd voor de uitzending moeten wij helaas hierbij laten. Ik wil nog even jullie bedanken, weet je, want zonder jullie zouden we het ook niet kunnen laten zien. Nee, jullie en ik wil jullie bedanken en iedereen die op ons heeft gestemd en die het echt ziet voor wat wij en Yuri, onze editor, hebben gemaakt. Dank jullie wel, mooi fijn dat jullie hier waren. En beste kijkers, dank jullie wel ook voor het kijken naar ABFF TV. En graag tot de volgende keer.